De opzet vandaag was eerst een stukje theorie, zeg maar. Dan vervolgens een werksessie. Maar al snel kwamen we erachter, en dat is het mooie ook van dit project, denk ik, dat we dat niet moeten doen, dat we gewoon de discussie moesten laten voeren over het weer. De zelforganiserendheid die nam gewoon af. Dat is gewoon een logisch gevolg, omdat je op de kosten gaat. Een schabloon of een aanpak, dat is niet het doel op zich. Indirect werden hier eigenlijk probleemverkenning gedaan. Er werden al ideeën voor interventies aangeworpen, dingen waar je tegenaan zou kunnen lopen. Lessons learned gedeeld. Dat zijn denk ik dingen die je later juist heel goed kan gebruiken voor je eigen traject en ook voor het schabloon. Ik denk dat we al lang niet meer in de tijd zitten van je mag bij ons komen werken. Nee, iemand wil graag bij jou komen werken. Dus dat is een lastige voor ons. Hè? Dat is heel ons. Weet je hoe laat je moet beginnen, maar wanneer je klaar bent, weet je niet. Het werd een hele mooie, rijke discussie wat mij betreft. Hè. En voor mij was er ook enorm veel behoefte aan. En je zag ook heel mooi dat bepaalde bedrijven ook wel iets verder waren in het proces van sociale innovatie. En dat vind ik dus ook heel mooi van deze groep. Ik zie het ook als een soort van leernetwerk waarin bedrijven ook onderling kennis en ervaringen uitwisselen. En ook tot inspiratie komen om zelf dingen op te pakken die conculega's dus ook doen. Hè. Dus naast de tooling die wij bieden, zijn sommige bedrijven al zelf met tooling bezig. Een aantal heel praktische tips werden gespuit waar bedrijven al mee aan de slag kunnen. Ook in het opzetten van het plan waaraan ze gaan werken. Maar ook gewoon concreet in de organisatie om dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat die tijd ook wel een beetje voorbij is dat we allemaal moeten heel krampachtig zijn en niks durven delen met elkaar. We kunnen juist van elkaar leren en we kunnen elkaar ook sterker maken. Want ja, laten we wel weten, we kunnen beter concurreren met een andere branche dan met elkaar.